Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik het hebben over de Nasdaq, want die bevindt zich op dit moment in een bear market. Daarnaast ga ik ook kijken naar de S&P 500, want er is namelijk belangrijke informatie te delen, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Als we kijken naar de Nasdaq chart, dan is het wel duidelijk dat het niet de mooiste chart is. We zien gewoon dat we behoorlijk hard omlaag zijn gegaan. Want het is namelijk een chart die van, even zien, laten we even de toppen bijpakken van eind november. En we dalen helemaal tot op dit moment nog net boven de 13.000. Is het een daling van 22%. Nou, officieel is zo'n index als het 20% zakt in een bear market. Dus we zitten net in een bear market. En om eerlijk te zijn, had ik dit niet echt verwacht aan het begin van 2022. Maar deze daling heeft ten eerste te maken met hele hoge waarderingen. Ten tweede natuurlijk ook met de mogelijke stijging in de rente. Maar wat natuurlijk vooral een impact heeft gehad de laatste paar weken, is natuurlijk het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Want als we bijvoorbeeld eventjes verder kijken, je ziet hier zo'n puntje. We kwamen namelijk in de buurt van waar we nu staan. Dat was op 24 februari. En dat was namelijk de dag dat Rusland besloot om Oekraïne in te vallen. Nou, op die dag merk je dus gewoon heel veel paniek. Mensen wisten niet precies wat er allemaal ging gebeuren. Mensen winnen af van hun aandelen. Dus dat was echt een hele rode dag. Vervolgens zag je dat de paniek weer ietsjes ging liggen. We stegen weer een beetje. Maar ja, toen was er weer een beetje FOMO van stel je voor we stijgen weer. En zetten heel snel een nieuwe all-time high neer. En vervolgens was het dus duidelijk dat het conflict steeds verder uit de hand liep. Op dit moment is er natuurlijk ook sprake van een mogelijke stijging in de rente. Daar houden we op dit moment ook allemaal rekening mee. Dus je ziet dat we op dit moment lager staan dan het punt toen Rusland besloot om Oekraïne binnen te vallen. Maar voordat ik verder ga op al deze charts, mocht je op zoek zijn naar een broker om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro en bij Bux en voor beide loopt er een actie via de link in de beschrijving. Als je bij de Giro registreert via de link, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 30 april terug als je voor 31 maart registreert. Dat is dan wel met een max van 50 euro aan transactiekosten. En bij Bux krijg je een gratis aandeel, wat kan oplopen tot maar liefst 200 euro. Hoef je helemaal niks voor te doen, gewoon registreren en krijgt een gratis aandeel. Wie weet dat dat het leukste is. Ik zal voor beide dus in de beschrijving een linkje achterlaten. En als je besluit te registreren via de linkjes, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg namelijk een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en dat zal ik altijd waarderen. Goed, gaan we terug over de Nasdaq chart. Als we eventjes uitzoomen en we bijvoorbeeld even kijken op de daily chart, dan is het natuurlijk wel duidelijk als we sinds de crash van maart 2020, dat we natuurlijk nog steeds gigantisch hoog staan. Want de daling van 22% heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk terug zijn gegaan naar begin van 2021. Dus we hebben het alsnog over de gigantische daling, laat dat gewoon duidelijk zijn. Het is natuurlijk niet voor niks dat de Nasdaq op dit moment in een bear market zit, maar het is wel duidelijk als je kijkt naar de laatste paar jaar dat het natuurlijk nog steeds gigantisch is gestegen. Maar op dit moment zie je dus wel heel veel paniek, heel veel verkoopdruk. En zoals ik had aangegeven, heeft dat gewoon meerdere oorzaken. Hoge waarderingen, de oorlog, verhogingen natuurlijk in de rente, want de inflatie is hartstikke hoog. Dus het is eigenlijk een beetje een sneeuwbaleffect. Er is op dit moment gewoon heel veel negatief nieuws en er wordt ook flink op gereageerd. Want je hebt heel veel van die dagen dat we flink in het rood eindigen. Maar wat wel vaak het geval is voor de Nasdaq, als het zich bevindt in zo'n bear market, vinden vaak ook de beste dagen plaats. Want het is vaak zo dat we op een gegeven moment blijven dalen. En op een gegeven moment is er een keer een bodem gevonden en dan kan het ook heel snel gaan. Dus daarom dat het altijd lastig is om te timen of bijvoorbeeld je volledige positie te verkopen. Want als jij in deze bear market van 22% nu besluit te verkopen en we maken een fantastische dag mee, nou, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Want hier heb ik eventjes een overzicht van de Nasdaq en dan kijken ze gewoon naar de grootste stijging in percentages. En dan zie je dus in 2001 een stijging op één dag van 14,2%, dat is echt gigantisch. Nou, je ziet de percentages allemaal voorbij komen. Maar aan de rechterkant zie je ook of de Nasdaq op dat moment zich in een bear market bevond. En dan is het natuurlijk wel duidelijk dat het overgrote deel van die stijgingen gebeurde in tijden van een bear market. Bijvoorbeeld de top 6 allemaal in een bear market. Want dit is namelijk de top 15 volgens mij. Nou, je ziet slechts dat er enkele zijn die zulke hoge stijgingen hebben meegemaakt terwijl we niet in een bear market waren. Dus daar wil ik wel eventjes mee aangeven van op dit moment gaat het natuurlijk heel slecht voor de Nasdaq. Heel veel losse aandelen die deel uitmaken van de Nasdaq zijn ook hard gezakt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we altijd maar verder blijven dalen. Ik snap in dit soort fases dat het lastig is
om de verwachtingen en je overtuigingen vast te houden. En daarom zien we ook vaak van dat soort stijgingen. Want als op een gegeven moment iedereen er helemaal klaar mee is, wat als Rusland in één keer besluit om Oekraïne met rust te laten en de oorlog gaat liggen, en de mogelijke stijging van de rente zit al in de huidige koers van heel veel indexen en heel veel verschillende aandelen, dan kan het natuurlijk ook weer heel hard gaan. Ik wil niet zeggen dat we aan het einde van het jaar weer volledig zijn gaan herstellen. Dat is gewoon hartstikke lastig, want er kan nog heel veel plaatsvinden. En op dit moment zijn er nog heel veel vraagtekens. Maar ik weet dat heel veel mensen in dit soort fases echt beginnen te twijfelen van ja, heb ik eigenlijk wel goed gedaan met het portfolio? Wil ik misschien niet dit verkopen en dat weer anders kopen? Zodat mensen bijvoorbeeld bepaalde aandelen gaan najagen die in deze fase wel winst hebben gehaald. Dus het is inderdaad een lastige periode. Ik merk ook bijvoorbeeld op YouTube, ik merk het in de Discord van de Financial Hub, dat heel veel mensen in dit soort fases een beetje klaar zijn met het beleggen. Want ja, het is niet leuk als je kijkt naar een aandelenportfolio wat elke week verder zakt. Maar in dit soort fases kan je wel vaak posities innemen of posities uitbreiden die op de lange termijn weer er heel goed uit kunnen zien. Want als we bijvoorbeeld teruggaan in de tijd en kijken naar de daling van 2020 toen corona de wereld overnam. Ja, als je op een gegeven moment op dit soort punten hebt bijgekocht, we zakten steeds verder weg en ja, je wist gewoon niet wat de bodem zou zijn. Maar als je nu eventjes kijkt, ook al hebben we een daling meegemaakt van 22% sinds de top. Als je dan bijvoorbeeld ergens halverwege de crash hebt ingekocht, is er op dit moment nog steeds sprake van een stijging van 57% in 2 jaar tijd. Dus dat is nog steeds een gigantische stijging natuurlijk. Dus het is altijd belangrijk om dat een beetje in perspectief te krijgen. En als we kijken naar de S&P 500 is er op dit moment niet sprake van een bear market. Daar is namelijk nog wel behoorlijk wat voor nodig. Kijk, in de Nasdaq zitten natuurlijk heel veel aandelen die zich richten op groei. De tech aandelen, die kunnen ook wat makkelijker geraakt worden omdat het vaak ook hoge waarderingen hebben. Want als we kijken naar de S&P 500 is er op dit moment sprake van een daling van 13,4%. En op 24 februari, toen Rusland dus Oekraïne binnenviel, was het laagste punt nog een stukje lager. Dus er is op dit moment nog wel wat ruimte om die lokale bodem even te negeren en misschien vanaf hier weer omhoog te gaan. Het is dus niet zoals met de Nasdaq dat op dit moment lager staan dan het punt van 24 februari. Dus voor de S&P 500 is er natuurlijk nog wel een behoorlijke daling nodig om in een bear market te komen. Al ga ik er wel vanuit als S&P 500 verder blijft zakken, dat de Nasdaq ook verder blijft zakken. Dus stel de S&P 500 staat op een bepaald moment 21% in het rood vanaf de all-time high, dan verwacht ik niet dat de Nasdaq blijft hangen op zo'n 22%. Dan verwacht ik dat het richting de 30% gaat. Dus het kan echt nog veel verder zakken. Dat is natuurlijk het lastige met de aandelenmarkt. Je kan echt niet timen wat er gebeurt. Ik ga ook niet doen in dit soort video's of ik zeg nou vanaf dit punt gaan we sowieso weer omhoog, et cetera. Het is gewoon heel erg lastig. Daarom dat ik altijd zo vasthoud aan de lange termijn. Want als we kijken naar de S&P 500 en we kijken bijvoorbeeld even op de monthly chart en we zoomen uit, ja, dan is natuurlijk duidelijk dat we alleen nog maar omhoog gaan. Maar bijvoorbeeld dit was de kredietcrisis. Nou, dat was natuurlijk een daling van 50%. Toen was het verschrikkelijk voor heel veel beleggers, ook heel veel mensen die niks met beleggen te maken hebben, want die verloren hun baan, hun hypotheek, hun huis, etc. Maar als we kijken waar we nu staan, lijkt dit gewoon een kleine daling dat je denkt, ja, op de lange termijn komt het toch wel goed. Dus daar probeer ik altijd aan vast te houden in dit soort fases als we dus inderdaad wat onderuit gaan. En het is natuurlijk niet zo dat we gegarandeerd 50% onderuit gaan. Het kan natuurlijk ook gewoon sprake zijn van een kleine correctie van zo'n 15% en dat we dan weer de weg omhoog inzetten. Dat is gewoon even afwachten in de komende maanden. En als we ook heel eventjes kijken van hoe heeft de S&P 500 gepresteerd in de eerste 49 dagen van het nieuwe jaar, dan is het wel duidelijk dat het een heel slecht jaar was. Want in de geschiedenis, vanaf 1928, zijn er slechts 3 jaren geweest dat het slechter is gegaan. Namelijk in 1935, dat is heel wat jaartjes terug, 2009, dat was natuurlijk in de fase van de kredietcrisis, en in 2020, dat kan je waarschijnlijk zelf ook nog wel herinneren, dat was namelijk tijdens de coronacrash, toen natuurlijk de S&P 500 zo'n beetje met 35% zakte in een maandje tijd. Dus het is wel zo dat we nu een behoorlijk slechte start hebben. Het is niet zo dat bijvoorbeeld 2022 een normaal jaar is. Dit gebeurt inderdaad niet zo vaak. Dus op dit moment is het vooral even afwachten hoe dit zich gaat doorzetten. Blijft het bij een correctie of zal er uiteindelijk echt sprake zijn van een crash omdat er bijvoorbeeld echt veel problemen zijn met de supply chain, met de groei, de inflatie blijft hartstikke hoog, dat is echt eventjes afwachten. Want inflatie is 9 van de 10 keer goed voor de S&P 500 en losse aandelen.
Want waarom wil je cash aanhouden als er sprake is van inflatie van 7 of 8%? Dat wil niemand. Maar vaak zie je ook in tijden van hoge inflatie dat de centrale banken er alles aan doen om die inflatie naar beneden te krijgen en bijvoorbeeld de rente erg hoog gooien. Waardoor bijvoorbeeld groei heel moeilijk te financieren is voor heel veel bedrijven. Dus dat is namelijk ook weer een negatief effect van de hoge inflatie. Dus dat is even een beetje afwachten hoe zich dat precies gaat uitspelen. Voor nu komt wel het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.